Yo kijkers van Play, super awesome dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik terug met de tweede aflevering van mijn Go To Glory. En ik moet jullie teleurstellen, in deze aflevering gaat er helaas geen gameplay zitten. Dit komt omdat ik één potje had gespeeld en die was gecorrupt. En het andere potje online was, wat ik niet ga laten zien. Maar in ieder geval, we gaan gewoon verder zo. Zoals jullie willen zien, laat ik hier de eerste speler zien. Ik ga Wes Houlihan kopen, de eerste speler. En hier koop ik dan ook Keen. Zodat we, want er is natuurlijk op dit moment de Ierse Cup uit. En de Ierse Cup geeft jou offline 10k en online 15k aan prijzen. En dat is natuurlijk gewoon hartstikke fijn om in een rode glory te hebben. Hier zie je dat ik Robbie Keen daadwerkelijk koop. En nu ga ik ook nog Shay Given kopen. Gewoon de enige beetje goede Ierse keeper die er is, ga ik nu kopen. Maar, want verder zijn er nou niet echt keepers die ik in mijn team zou willen hebben. In ieder geval, als je deze video leuk vindt, laat alvast een like achter. Abonneer als je nieuw bent op dit kanaal. We gaan echt heel goed op dit moment, dus ga zo door. Zoals je kunt zien, kocht ik Shake Even met 8 contracten en 90 fitness. Die 90 fitness maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want het is toch een keeper en de fitness gaat daar bijna nooit van naar beneden. Zoals jullie kunnen zien hebben wij op het middenveld een Cambuur-speler, Bierne, de Cambuur-legend. Helaas gaat hij wel uit het team verwijderd worden, want Wes Houlihan gaat op zijn plek komen. Want Wes Houlihan is natuurlijk een stuk beter en het is een Cambuur-speler, dus daar ben je sowieso niet heel erg blij mee met een Cambuur-speler in je team, want Cambuur is gewoon shit. Maar daar gaat het nu om. Hier zetten wij Wes Houlihan in ons team. Natuurlijk aanvallende middenvelder van Norwich. Niet heel goed, maar wel gewoon een Ierse speler die je goed kan gebruiken. Ook hier Robbie Keen hebben we nu samen Shane Long en Robbie Keen in de spits. Het beste Ierse duo dat we hebben. Zo zien jullie hier dat ik 2-1 heb gewonnen in de offline cup van St. Pat's. Het was een vervelende wedstrijd. Zij paaste heel veel achterin rond. Kregen een lucky goal. Ik kreeg het in de laatste seconde nog terug op 2-1. En zo eindigt deze wedstrijd ook. Dan zie je wij hier twee packs openen, bronzen packs. En dat is een handige methode voor een rode glory. Open bronzen packs. Want met die bronzen packs kan je gewoon soms, je krijgt altijd contracten waarvoor, wat ervoor zorgt dat jij geen contracten hoeft te kopen. Je krijgt er soms waardevolle spelers of badges of tenues uit die je dan kan verkopen. Maar het meest handige is dat je er conditiekaarten en andere verbruiksitems uit krijgt. Want die kan je gewoon goed sellen. Want mensen kopen ze. Zoals team fitnessen. Die kosten gewoon 1000 coins. Wat natuurlijk gewoon heel erg fijn is. Om zomaar in je club te hebben. Toen ging ik kijken of deze badge voor iets ging. En ook deze van Poseidon. Als ik dat goed kan lezen. Poseidon, zoiets. Deze ging helaas voor niks. Ik vond het wel een leuke badge. Dus ik maakte hem actieve badge. En ja mensen, sorry dat ik mijn clubnaam nog niet heb veranderd. Dat ga ik zeker in de volgende aflevering doen. Zoals je kan zien had die pack nou niet echt heel veel waarde. En discarden we de rest voor 50 coins. Dan gaan we er nog één openen. En zoals ik net al zei, zijn team fitness is nogal waardevol. En ja hoor, in deze krijgen wij Ledesma. Maar een team fitness. Gewoon super handig. 1000 coins. Dat is gewoon de pack van de vorige pack en deze teruggemaakt. Natuurlijk super handig. Zoals je hier kan zien is het rond de 1300, 1100 coins waard. Is gewoon echt heel fijn. Ik ga uiteindelijk listen voor 1000 coins. Gewoon wat, gewoon 1000 coins profit. En we hebben de packs teruggemaakt. Ook die verdediger van Argentinië ga ik houden. Omdat jullie zagen in de vorige aflevering dat in mijn starter pack nogal wat Argentijnen zaten. En ik die kan gebruiken voor een fitness team. Zoals de contracten hield ik in mijn club. Toen ging ik kijken of deze badge nog voor wat ging. Ging die helaas niet. En ook deze, ook de andere items gingen voor niks. Daarnaast discard ik het voor 51 coins. En dan gaan we het team maken. Want ik wil natuurlijk een normaal team hebben. En ik zat zelf te kijken naar een La Liga BBVA team. En nee, ik ga dus geen draft spelen. Maar ik ga gewoon echt een cheap BBVA team maken. Dat mij hopelijk door rond de divisie 6, 5 heen kan helpen. Het is een 4-3-2-1 opstelling, omdat ik die gewoon heel fijn vind. Ik ging naar een doelman zoeken. En natuurlijk kan ik nog niet de duurste spelers kopen, omdat ik maar 3k heb. Wat wel een beetje jammer is.
Maar dat we zullen het even moeten doen. Natuurlijk kan de eerste lijst keepers niet gekocht worden. Maar toen kwam ik op deze Areola van Villarreal. Een Franse keeper is gewoon lijkt me wel een goede keeper. Ga ik zeker kopen. Daarna ging ik naar de centerback zoeken. Er zijn wel vele goede centerbacks in de BBVA. Maar die kan ik nog niet betalen. Ik dacht, misschien kan ik Mark Bartra betalen. Maar toen kwam ik erachter dat die rare is. En dat die dus voor minimaal 750 coins ging. Dat heb ik voor een speler. Voor één speler over. Dus ik ging even kijken. Zoals je kan zien, 1400 coins. En dan ga ik een andere speler zoeken. Dan zoek ik de volgende naar een andere centerback. En zoals jullie kunnen zien hier, zijn er niet heel veel snelle of goede centerbacks in de BBVA. Allemaal rond de 57, 50, 40 pace. Wat niemand eigenlijk in zijn team wil hebben. Dus ik deed de prijs eens wat hoger. En ja, daar kwam ik wel één goede centerback tegen. Of nou ja, goede. Het is Andreoli, 66 pace. Gewoon een decent spelertje. En ja, het is een Italiaan bij Sevilla. Is niet slecht. Dan gaan we door naar de linksachter. En daar was ik een beetje aan het zoeken. Want ik wil natuurlijk of Tremoulinas of Marcelo of Alba eindigen. Ik dacht zelf aan De La Bella. Maar die had veel te weinig contracten. En toen zag ik deze Luizinho. Zag er ook zeker niet slecht uit. Dus ik dacht, ik koop hem gewoon. 63 P, 76 dribbel, 76 verdedigen. 73 passing is gewoon een decent speler. Dan gaan we naar rechtsachter. Dat is ook een positie waar ik liever betere spelers had gehad. Maar daar kwam ik deze Barragan tegen. Ik heb hem wel eens gehad op mijn FUTDraft. En daar vond ik hem ook zeker een decent speler. Dus ik dacht, ik ga hem gewoon kopen. 400 coins is natuurlijk gewoon een goede buy. Dan gaan we naar onze middenvelders. En daar zijn ook. Ik had liever een Rakitic of een Casemiro. Die niet. Maar deze Sergio Roberto zag ik dus staan en ik dacht, nou, dit is toch wel een goede speler voor een cheap team. Misschien Rafael van der Vaart nog, maar ik besloot uiteindelijk van niet. Dus ik ging maar kijken hoe Sergio Roberto was. En daar zag ik ook Gabi staan. Gabi is natuurlijk ook gewoon een decent speler van Atletico Madrid. En ik wilde hem waarschijnlijk ook wel gaan kopen. Dan gaan we hier naar Sergio Roberto zoeken. En voor hoe goed hij is op FIFA, is hij echt belachelijk goedkoop hier. 500 coins, 7 contracten, 99 fitness. Het is gewoon ongelooflijk goedkoop voor wat hij jouw team kan brengen. Natuurlijk lekt EA even, maar daar hebben we geen problemen meer mee. Sinds het elke dag gebeurt. Zo, en het duurt nu wel erg lang. Maar hier zie je Sergio Roberto als een stats boven 66. Jammer genoeg wel 266. Maar daar gaat het nu niet om. Dan gaan we nu verder zoeken naar Gabi. Want hij is cheap, hij is goed te koop. En ik kwam hem hier dus tegen voor 750 coins. Ik dacht, misschien kan ik hem nog voor wat goedkoper krijgen. Maar, dus ik ging maar zoeken. En dat lukte ook zeker. Voor 550 coins en er was genoeg op de markt. Voor 400 coins was hij jammer genoeg niet meer op de markt. Maar voor 500 coins kan ik hem gewoon oppikken. Met 7 contracten en 99 fitness. Gewoon nooit gebruikt, gelijk uit een pack gehaald. EA gaat weer even laggen, maar daar hebben we geen problemen mee. En daar zien we het, Gabi. En de volgende speler die ik wil gaan kopen is de vroegere Liverpool legend, Fernando Torres. Met het blauwe haar. Heeft het nu blond, beetje geblondeerd. Maar het blauwe haar staat hem toch wel goed. Ik zag hem hier voor 850 coins, 28 contracten, 97 fitness. Is gewoon hartstikke fijn. Dan kan ik er wat wedstrijden mee door en daarna gewoon goed sellen. Ik hoop dat het echt goed gaat doen in mijn team. Ik denk het wel. En zoals jullie nu gaan zien, ga ik mijn team in elkaar zetten. De keeper en de andere centerback ga ik kopen, maar dat ga ik een andere keer doen. In de volgende aflevering denk ik dat ik ga doen als ik er het geld voor heb. Zoals jullie zagen heb ik daar een linksback van La Liga BBVA al in mijn club zitten. Uit Starterpack, maar die zag ik niet zitten. Maar we gaan nu aan het einde komen van deze video. Mensen, als jullie van deze video genoten hebben, laat dan even een like achter. Abonneer als je nieuw bent. En tot de volgende keer. Later, mensen.